Yo, what up mensen, welkom dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Jullie zagen het in het beginstukje van deze video. We hebben een nieuwe action cam voor op de helm. Dit is de oude GoPro, de GoPro Hero 8. Deze is klaar, hij heeft een goede tijd gehad. We hebben hem denk ik zo 4, 5 jaar gebruikt op de bike. En die is klaar nu, batterij doet het slecht, ik kan wel een nieuwe batterij halen. Maar hij is gewoon een beetje verouderd. En het is tijd voor een nieuwe cam. Het is de DJI Osmo Action 4. Heel veel YouTube filmpjes gekeken. Heel veel reviews gelezen. En deze komt tot nu het best uit de test. Dus we dachten laten we maar eens bestellen. En we gaan kijken hoe het is. Hoe die het doet, wat de kwaliteit is, hoe die werkt in vergelijking met de GoPro. Dus laten we hem gaan uitpakken en laten we checken hoe het allemaal werkt. Ik ben heel erg benieuwd, zeker na heel veel goede reviews te gelezen en te gezien hebben. Dan verwacht je toch wel heel veel, dus we gaan het zien. Oké, laten we de doos uitpakken. Wat zit er allemaal in de doos? Om te beginnen, de Action Cam zelf. De DJI Osmo Action 4. Oh yeah! Heel mooi. Voorschermpje, achterschermpje. Dus dit om mee te beginnen. Wat zit er nog meer in? En we hebben hier een beschermhoes voor de Action Cam. Altijd handig. En natuurlijk de batterij. Voor de Action Cam. Ik moet zeggen, deze batterij is wel echt heel goed. Ze hebben deze batterij vernieuwd. Hij heeft een langere levensduur dan de oude batterijen. Hij heeft ook een langere levensduur dan de batterij van de GoPro. Dus dat is sowieso de batterij. Die zit er ook in. Wat zit er nog meer in het doosje? Nog één extra lens. Dus mocht je deze lens kwijtraken of mocht je de lens kapot maken, dan heb je er nog altijd een extra lens bij. Eens de nadeel is, deze is zonder glas. Dus je camera is dan niet meer waterdicht. Dat is het enige nadeel ervan. Maar wilde je filmen zonder glaasje op je lens, dan kan je deze gewoon altijd pakken. Geen probleem. Dus die zit er ook bij. Wat zit er nog meer bij? Natuurlijk het USB-kabeltje, gewoon om de cam op te laden, USB-C is het. Dit is wel echt een vernieuwing. Dit is het klemmetje, ik hoop dat je hem goed ziet. Ja, juist. Dit is het klemmetje om hem aan het hoesje vast te maken of aan het toestel alleen. Jullie zien het, het is een magneet. Plus. Twee klemmen. Het is een heel ander systeem dan de GoPro, maar ik heb hem al even uitgetest en ik moet zeggen het werkt echt heel goed. Het is heel stevig. Je klikt hem erin, hij houdt hem vast met twee van die klemmetjes plus de magneet. Dus klikken en hij is er gewoon weer vanaf. Heel erg nice. Daarna hebben we het laatste onderdeeltje. En dat is de schroef om hem, ja kijk, hier hebben we hem, juist. Dit is het klemmetje wat je aan de GoPro doet. Dan doe je die erdoor en dan kan je hem inderdaad vastmaken aan je helm. Je kan hem ook op je selfie stick zetten en dan kan je deze erin schroeven. En dan zit hij vast aan je selfie stick bijvoorbeeld. Dus dat is wel echt super nice. Dus dit was de inhoud van het doosje. Van de DJI Osmo Action 4. En dan komen we bij het aanzetten van de DJI. Hoe gaat het in werking? Nou, we hebben hier de DJI zijkant. Hebben ze een heel handig klepje gemaakt. Drukt het knopje in, schuift er naar boven. Klepje open. En we kunnen hierin de batterij plaatsen. Tevens zit hier ook de memory card. Altijd handig om die
erin te hebben. Anders kan je natuurlijk de bestanden niet overzetten. Hop, batterij erin. Je hoort een klein klikje en dan weet je dat die vast zit. Hop, klepje dicht, klepje naar beneden totdat je ook weer een klikje hoort. Dan weet je dat die dicht zit en waterdicht. Voor op de motor gaan we natuurlijk wel het hoesje eromheen doen. Dus dat vind ik zelf misschien wat veiliger. In principe geeft DJI aan dat dit gewoon moeilijk kapot te krijgen is. Dat dit al een soort van crash omhulsel is. Maar voor mijn gevoel doe ik gewoon het hoesje hop, eromheen. Dus nu is die wat extra stootdicht. Als je het zo wilt benoemen. Daarna zagen jullie het net. We hebben het klemmetje. Die kan je met twee klemmetjes en een magneet die ingebouwd zit. En hier ook tevens vastklikken. Dus hop, jullie zien het. Twee klikjes. Altijd luisteren of je de klikjes hoort. Want dan weet je gewoon dat die stevig vast zit. Als je geen klikjes hoort, dan zit die er niet goed ingeklikt. En dat wil je niet hebben, want dan vlieg je DJI weg. En dat is weer de zonde van je geld. Tevens is dit gewoon wat er op je helm gaat. Ik zal even de GoPro erbij pakken om te vergelijken. A few moments later. We hebben de GoPro er even bij gepakt. Dus wat gaat er op je helm als je een GoPro hebt? Dit hele apparaat. Wat GoPro natuurlijk niet heeft, is de USB-C aansluiting voor je microfoon. Je kan je microfoon er wel in stoppen, maar dan gebeurt er helemaal niets. Dus wat GoPro nu heeft gemaakt, is een GoPro adapter. En dat is deze. Heel duur ding. Heel moeilijk te verkrijgen. Dit is mijn tweede al. Ze gaan vrij snel kapot. Heel irritant. Maar door dit moet je echt een hele setup op je helm maken. Dus je hebt het hoesje, de GoPro. Daarna nog een keer je microfoon. En een draad wat je er omheen moet wikkelen. Het is een heel geval. In principe, het werkt goed. Ik heb er altijd gewoon met plezier mee gefilmd. Laatste tijd alleen veel kuren, maar dat ligt gewoon aan de GoPro zelf. Maar dus dit is de setup die je doet op de helm met de GoPro. En letterlijk, dit is de setup die je doet met de DJI op je helm. Ik zal ze even naast elkaar houden. Dat is wel echt een goed verschil. Je hebt echt een hele unit met de GoPro. En de DJI is een stukje langer, maar zeker een stuk smaller. En in gewicht, ik denk dat de DJI wel iets zwaarder is. Maar als de kwaliteit gewoon beter is, waarom niet? We kunnen hem wel even wegen. Dus we gaan even een weegschaal erbij pakken. We hebben een weegschaal erbij gepakt. We gaan eerst de GoPro wegen. De GoPro ligt nu op de weegschaal. Met de microfoon erbij. Bij elkaar 195 gram. Onthoud deze. 195 gram. De GoPro, de adapter met de mic. Nu gaan we de DJI op de weegschaal leggen. Met de extra tussenkabel. Deze heb je wel nodig om jouw microfoon te verbinden. Want eenmaal jouw microfoon is AUX. De DJI heeft een USB-C ingang. Je hebt alleen een kleine connector nodig om je microfoon aan te sluiten. We gaan hem nu leggen op de weegschaal. Dat is 1, 2 en 3. Oké. Okay. 204 gram. Dit is iets zwaarder dan de GoPro. Maar wat ik zeg, dit is gewoon veel betere kwaliteit dan wat de GoPro is. Hij is iets langer, maar iets smaller. En je hebt gewoon een minder grote unit aan je helm. Dus voor de motorvideo's is dat gewoon ideaal. Heel erg fijn. Dus dat was hop, de weegschaal. Als jullie gewoon een paar video's geleden van mij kijken, dan zien jullie ook gewoon de hele setup van mij.
hoe je de camera installeert, hoe je de microfoon installeert op de helm. Dus dat gaan we niet nog een keer uitleggen. Maar bij deze pakken we wel even de HSC erbij. Dit is een van mijn helmen. We hebben drie helmen. De Shoei Xperia 3. We hebben de Scorpion ADF 9000. En de Arva 70. Ik gebruik eigenlijk de Scorpion het meest samen met de HSC. De Shoei is echt een racehelm, dus mocht ik ooit weer een racemotor krijgen, dan gaan we die gewoon gebruiken. Maar in principe, het werkt super makkelijk. Dus dan gaan we hem op de helm monteren. Dus letterlijk wat je nodig hebt is alleen even het klikdingetje. Hop, die zit op de helm. Je zet de DJI in de gleufjes. En met de bijgeleverde schroef schroef je hem gewoon. Hoppa. Schroef je hem vast. Klaar. En hij zit op je helm. DJI heeft inderdaad een USB-C aansluiting. Deze klik je er gewoon in. Je microfoon maak je vast. En je stopt de microfoon in de helm. Dus dat was een beetje de setup. En wat er allemaal in de doos zit. Van de DJI Osmo Action hier. Voordat we vertrekken gaan we natuurlijk kijken. Doet de DJI het? We hebben de batterij erin gedaan. Het hoesje zit eromheen. En dan drukken we alleen op de zijkant om het apparaat te starten. Heel erg nice. Het is misschien op de camera wat slecht te zien. Maar het beeld is super scherp. Tevens hebben we ook een schermpje voor. We hadden hem natuurlijk al een keer aangezet om te kijken of hij het deed. Natuurlijk als jij een product net gekocht hebt. Dan moet je kijken of hij het doet. Want anders kan je hem gelijk terugbrengen voor een nieuwe. Maar deze doet het gewoon perfect voor achter een scherm. Super helder beeld. Echt, ik kan het scherm niet beter wensen dan het schermpje wat op de DJI zit. Vergeleken met de GoPro is de GoPro echt 10 keer niks. Dit is zulke goede kwaliteit. Maar natuurlijk de kwaliteit die die filmt, die telt. Dus ja, laten we naar de bike gaan. En dan gaan we het meemaken. We gaan nu de DJI app opstarten. DJI Mimo. En dan gaan we hem nu connecten met de DJI. Even kijken hoe we dat doen. En dan gaan we even kijken bij het album wat hij doet. Dus dan drukken we op het download knopje denk ik. Even kijken, dat is rechts die, select. Gewoon vol download. En dan gaan we even kijken wat hij nou precies allemaal aan het doen is. Gaan we terug, hier zie je al bovenaan, downloading files. Dus nog even geduld en dan zien jullie zo de beelden. Een aantal dagen later. En nu kunnen we pas de cam testen. Oké. Jullie zien het. Ik ben klaar met editen. Zijn we tevreden? Zeker niet. Zijn we ontevreden? Dat zeer zeker ook niet. Jullie zagen het al in de video. Het geluid. Het geluid is wel echt heel slecht. Ik vind het wel echt heel jammer. Maar we zijn gewoon op zoek op Google naar wat oplossingen hiervoor. Misschien wat forums. Even kijken hoe hun dat verder rest doen. Maar qua beeldkwaliteit ben ik best tevreden. Ik vind zelf de kleuren zijn meer natuurlijk dan op de GoPro. Het is echter, veel helderder, scherper. En dat wil je eigenlijk ook hebben als je aan het motorvloggen bent. Want je wilt meer de realiteit laten zien dan een neppe wereld. Gewoon, je wilt echt zien hoe het is. Ben je in een hele mooie omgeving, dan wil je gewoon terugkijken. En dan zie je gewoon ineens van hoe het was. Natuurlijk kan je het wel iets mooier maken, dus daar hebben we altijd het editprogramma voor. Maar dat zijn alleen maar kleine dingetjes.
Buiten dat ben ik er helemaal tevreden over. Hij neemt goed op. Hij reageert goed. De batterij gaat goed mee. Hij voelt stevig aan op de helm. Hij is niet te zwaar. En ja, alleen het geluid. Maar wat ik net al zei, daar gaan we gewoon even naar kijken. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer even op het kanaal. Laat even een toffe reactie achter. En doe dat duimpje omhoog. En zoals altijd zie ik jullie weer bij de volgende video. Laters.